En als binddraad gebruik ik dan gewoon GSP-draad. Omdat dat gewoon, ja, het is gewoon sterker. Het is een beetje onhandig binden, omdat ja, je zit toch met je draadje. Normaal gesproken doe je dat zo, maar ja, het is veel, ja, veel werk. Je bent wel wat langer bezig met een snakefly. Het plezier dat je ervan hebt. Nou, ja, ja, ja. Ja, het werkt echt heel goed. En het valt me gewoon op, vooral in Nederland hebben we op de reservoirs. In Nederland is het een hype geworden om hele grote vissen uit te zetten. Mensen willen alleen maar grote vis vangen. Ik denk dat je zegt de Ronde Bleek en zo. Ronde Bleek, de Kool. De Kool. Waar ik de westen uit, de Berenkool. Dat is ook nieuw. En dan merk je grotere regenboogforel. Ja, het is echt. Ja, het aanbeten is heel mooi. Maar die dioxius. Ja, dat is prachtig om te zien. En de keer dat die goed nat is, dan. En ik gebruik dan nog op de laatste haak. Het is gewoon angel hair, beetje goud, maar je kan allerlei kleuren gebruiken, roze of wat dan ook. Je creëert toch nog een hotspot. Ja, want, beetje een attractor. Ja, het moet een beetje een attractor hebben. Dus ik gebruik meestal goud en die gewoon met een lus. Gewoon met een lusje. Een heel klein beetje, hoeft helemaal niet zoveel. Dat kan eventueel friet zijn ook, of ziet die gebruikt toch niet? Ja. Ja, kan ook. Ja, er zijn mensen die gebruiken gewoon cactuschenil. Maar ik persoonlijk gebruik meestal liever toch een angel. Het is zachter. En Frits, ja, Frits Chenille is toch... Ja, dat is iets geschroven natuurlijk. Ja, ja, nou, gelukkig heb je tegenwoordig heb je ook hele dunne Frits Chenille, dus... Hier is nog dat ik het heb. Nou, wat je dan doet is eigenlijk gewoon de zonken weer terugtrekken. En dan kijken van oké, tot waar, dat hij een klein beetje eroverheen hangt. De lengte van de staart. Ja, je kan hem heel kort houden. Sommige mensen kiezen er nou ook voor, omdat ze zeggen van je hebt zoveel missers, want de forel die pakt hem toch in het midden. Mensen proberen nu zelfs om de haak hier te plaatsen. Ja. Kan je er iets aan doen aan die missers, hè? Met een stinger? Nee, ja, nee. Ja, wel. Ja, ik... Maar dat is wel een stinger. Ja, weet je, je kunt met een stukje nylon of met een stukje fluorocarbon, waar je een stingeraksje op zet, en je steekt dat gewoon, dat komt achter je vlieg, dat zit zelfs niet in je vlieg. Nee, dat weet ik, ja. En je knipt zelfs de naak van je vlieg, knipt ze zelfs af. Het enige dat hebt, is een stingeraksje, achter je zonkerstrip. Ja. Achter de zonker, ja. En wat wij vaak zien, is dat ze hem hier pakken. Hij heeft bijna geen messers. Ja, nou, nu gebruik ik deze. Ik heb die andere niet meer. Ik heb wavepoint haken.
dat maar dus. Dat is weerraakloos. Nou, het valt mij zelfs op, als ik een vis vang, dan moet ik hem weerraakloos haak. Met een tangetje moet ik hem eruit halen. Dan zit het muur vast. Als ze daar een stengertje zetten op zo'n vlieg. En ja, alleen je ziet gewoon heel vaak, ze pakken hem gewoon hier. Maar heel vaak ook als de snakefly zeg maar op is door veel vis te vangen, is hij in het midden is die kapot. En als je hem langzaam vist, dan heb je bijna geen misses. Maar als je hem heel snel vist, vooral in de winter, is gewoon rolly-poly. Gewoon op een D5 ingooien en heel snel binnenhalen. En dan merk je dat ze hem toch in het midden pakken. Dus ja. Wat een dier als je een andere die bekeken dan, die komen van ons achterpakken. Ja. En als het op volle snelheid gaat, ja, ze zien iets passeren en ze pakken het en dan zitten ze nog wel in de midden. Hè. Ja, want je haakt ook heel veel vis ook gewoon naar buiten. Buitenzijde. Ja. Gepikkeld, dan gepikkeld. Dat toch, hè? De lucht, dat is gelijk een poort. Hé, je zegt dat voor Nederlands. Luc, je zegt dat voor Nederlands klapt. Ja, dan liggen de restjes daar niet moeilijk. Ja, lastig. Als je tegen door onze grenzen de buurt, dan gaat het beter. Ja, 50 meter, moet ik zitten nog wel. Zit kruis. Misschien wel even rukken, joh. Even rukken. Sorry. Even rukken. Niet meer even gaan. En is in principe... Weet je, dat moet ik een noekje van doen. Is die al bijna klaar. En wat je nou doet, is gewoon je gebruikt nog een haak. En dan knip je de haakbok vanaf. En dan is het gewoon puur bevestigen. Mooi is omdat je, dit is 1300ste dilemma, dat is zo dun. Maar ja, hier kun je volgens mij 80 kilo aan hangen. Ja, dat gaat gewoon niet kapot. En dit beweegt. En ook die tandjes zijn niet echt. Nee. Ik heb dat al geprobeerd. Ja, dat ben ik niet. Dat is PowerPro, ja. Ja, dat is 13. Oh, nee, 10 zelfs, dat is nog dunner. 1370 loopt per meter. 1000ste dek. Daar heb je geen enamer water mee op, hè? Nee. Met die? Nee. Nee, zie je strippels op, hè? Oh ja, Nee. Dat is alles je sterk kunt doen. Genoeg voor de visjes. Genoeg voor de visjes. Ja, dat is zeker. Het dorp is dat zeker. Dat is er niet op de maar Luc, die Denima die een poring zet, waar die was ook 17. Ja, dus die wordt er nu over. Ja. Nou, en dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van kijken van oké. Okay. Zo lang eigenlijk? Daar, ik heb het nog wat langer aan. Dat is echt wel een lange snikvlaai. Ja, hey, dat is echt die oxy die moet. Ja. Hey, kijk, ik heb ze ook van zo. In de winter, als het echt koud is, dan is dit echt. Is gewoon echt goed. Ja, je zou zeggen, hij is veel te groot, maar. Ja, ik weet niet. Ze pakken het gewoon. Alleen ik merk wel van voorjaar, als het warmer wordt, dan maken ze het wel korter. Ja, de winter lang en diep, joh. Ja. Traag. Diep en langzaam was thuis. Ik heb van de vrienden gehad, maar dat was eigenlijk ook zo lang. Maar dat is dan met twee zo'n gesplitst. Eén groot en enkel een haak afgedaan. Dat is die. Het is dus ook gesplitst rond elkaar. Dat is een dienem houden. De paling. En dan ben je die op een lange haak vooraan. Dus eigenlijk is het een beetje hetzelfde principe, maar niet twee zonkers treffen, maar die zijn dan een beetje stukken. Ja. En dat is eigenlijk een snoekvlieg op sommige momenten, maar dat is fenomenaal. Zeker in het water, waar dat er een regelmatige paling voorkomt, waar dat de snoek wel goed is. Ja, want wij vissen... Want ik kom dan uit het midden van het land en bij ons heb je heel veel snoepwater. Wij vissen ook gewoon met
gewoon met een snijfvlaai op snoek, ja. Een grotere haak, gewoon niet grotere haak. Ja, gewoon een grotere haak. Een oppervlakte of zoiets, ja. Maar een beetje... D7. Ah ja. D7, dat, ja, maar dan vissen wij... Bij ondiepe water? Nee, wij vissen op de IJsselmeer. Ah ja. Bij ons heb je heel veel havens. Dus dan gaan we de havens in. Ja, dat wist ik niet. Nou, dat is heel mooi. Dat, ja, dat wist ik niet. Je ziet wel eens... Je bent ook een visstrip, pas op. Ja, dat niet mooi. Maar... Je hebt zo'n Nederlandse winkel hier, Dijkers. Nou, Zwolle, dat is voor mij 10 minuten vandaan. Nou, die vist daar ook altijd. Dat is in de Elburg. Oh, de 1,20, 1,25 is heel normaal hoor. Ja, hallo. Ja. Dat is echt, ja, maar dat is echt... Ze komen ook... Van het hele land komen ze naar Elburg toe om op snoek te vissen. Elburg staat er heel bekend om. Heb je nog niet van? Ik kan zo eerder niet. Ik ben er al 2 keer geweest. Ja, polder. Een enorm veel poldergrachten in Nederland. Maar 70 centimeter is max. Grote wat is dat? Ja. Ja, dan heb je echt geluk. Nee, maar in de polder, in het algemeen, in de polder, worden ze je vangt meer van 50, 60. Veel kleintjes. Maar ja, ga je het grotere water, hoor. Chips. Lafke. Meneer Van Loon. Een cola, alsjeblieft. Zou je dat wel doen? Pieter, ik zal eens direct een keer een goede laf. Een honden laf. Meneer, alsjeblieft. Nou, wel van een beetje. Fred. Fred. Dat is het wel. Je meestal geen suiker worden. Jullie hebben voor onze mond tussen. Ja, een lange mens. Fredje, die meneer heeft hetzelfde. Dingske hier. Cool. Ik heb een cola als Kerl. Een klein beetje mayonaise. Daarom heb ik de zijkende tang niet bij me. Maar ja, normaal gesproken, hè, dan knip je hem. Maar ik heb de tang niet bij me. Dus, Ja, voor die weer. Voor de weerraak. Ik heb nog goed tanden, wat gaan we uitpakken? Een draaiende dag. Daarom zeg ik al van Oostvoorne. Oostvoorne gebruik ik dan ook, maar in Oostvoorne gebruik ik meestal de korrel. Ja, voor de zaken. De korrel, dan probeer je nog kleur. Met een D5. Ja, daar moeten we ook nog een keer naartoe. Het mag niet langer zijn. Het is heel goed voor het ogen. Dat is echt, ja, dat is zo mooi. De aanbeten zijn. Ja, wij vissen er graag mee, alleen nu hebben ze het op de Nederlandse kampioenschap verboden. Zet nou goede veen. Dat is toch dat weer rijden? Nee, te goed. Want de de kunst, tenminste hoe wij vissen, is heel kort en snel strippen. En wat je ziet is dat heel veel mensen die kunnen niet snel strippen. Ik geef ze ook gewoon weg. Dan zeg ik van, nou alsjeblieft, vis er maar mee. Maar die staan erop. Ja. En hoe sneller en korter, dan zie je dat hij slaat uit. En nou heb ik, want in Nederland is het zo, je vist 2 keer op witvis. En 2 keer op forel. Ah, ja? En de finale is om en om. Witte. En mijn forel scoorde wij altijd heel veel. En het bleek dus dat de mensen die jarenlang altijd naar de internationale wedstrijden gingen, die begrepen in één keer van, hé, we krijgen concurrentie. Ja.